En ook vanavond kunt u dus weer live tips gaan doorgeven en hoort u meer over echte misdaad in Nederland. Vorige week maandagavond bijvoorbeeld is in Rotterdam de 20-jarige Roncerello Ellis doodgeschoten. Het blijkt dat hij is neergeschoten nadat hij na een beroving achter de daders aanging. Roncerello Ellis was hier aan de Putselbocht op maandagavond 11 oktober rond 9:45 aanwezig met enkele andere mannen als een van hen pint. Op deze plek worden zij aangevallen en wordt de pinner beroofd van zijn geld. De daders springen in de auto en vluchten weg. Roncerello stapt met 3 andere mannen in een auto, een Volkswagen Golf, en besluit erachteraan te gaan. De mannen die rijden in een rode Volkswagen Golf weten die nacht daar in de wijk Bloemhof de berovers te achtervolgen. Maar uiteindelijk komt het op de Schildmansstraat tot een dodelijke confrontatie, die bij de volgende beelden te horen is. Dit is de Schildmansstraat. Om iets voor 10:30 wordt er geschoten vanaf ongeveer daar op de rode Volkswagen Golf. Roncerello is hierbij geraakt. De andere mannen hadden al gauw door dat hij in levensgevaar was en rijden zo snel mogelijk met hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ze brengen Roncerello naar het Icasia ziekenhuis. Tijdens de rit lijkt hij al niet meer te reageren. In het ziekenhuis kan niets meer voor hem worden gedaan. Roncerello zou over 10 dagen 21 zijn geworden. In Rotterdam is mevrouw Van Duivenbode. Het is echt een bijzonder tragisch verhaal. Beroofd worden, opkomen dan voor een ander en dat bekoop je dan dus met de dood. Ja, het is zeker tragisch. Omdat we er echt voor willen zorgen dat Rotterdam zo veilig mogelijk blijft voor alle Rotterdammers, hebben we zo'n 20 rechercheurs op dit onderzoek gezet. Maar die hebben wel alle hulp nodig van iedereen die iets gezien of gehoord heeft over de dood van Roncerello. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen gedaan, terwijl er meerdere daders bij zijn dood betrokken lijken te zijn. Nou, daar wilt u een oproep doen. Ja, dat klopt. We willen heel graag weten of mensen iets gezien of gehoord hebben over deze zaak. Wat heel belangrijk is dat we meer details te horen krijgen over de beroving aan de Putselbocht. Ook al kennen de mensen die daar wonen of die daar langskwamen de daders niet. We willen graag weten wat ieders rol was, wie deed wat. Dus als mensen daar iets over gezien of gehoord hebben, dan krijgen we heel graag hun informatie. En je merkte net ook al dat alleen materiaal waarop alleen iets te horen is al heel erg belangrijk kan zijn. Dus ook alle dashcambeelden en bewakingsbeelden daaruit de omgeving, die willen we heel graag bekijken. En voor u thuis, heeft u zulke beelden, dan kunt u die uploaden via een tipformulier op onze site. En mevrouw Van Duivenbode, ik neem aan dat hetzelfde geldt voor die Schildmansstraat. U heeft beelden, getuigen nodig. Ja, zeker. We willen weten wie schoot er, wie stond waar, wat deden ze erna. Het is voor ons ook nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de daders zijn gereden toen ze werden achtervolgd door die rode golf met daarin het slachtoffer en de anderen, en hoe ze na het schieten zijn gevlucht. En als er mensen zijn die nog andere informatie hebben en die ze niet eerder met de politie hebben gedeeld, dan roepen we ze met klem op om dat alsnog te doen. Dat kan ook bij mijn collega's van het team Nationale Inlichtingen. Die schermen uw identiteit af voor het onderzoeksteam, maar ook voor de daders. Die komen het dus niet te weten als u iets heeft verteld. Duidelijk, mevrouw Van Duivenbode, houdt ze op de hoogte. En voor u thuis dus, zag u iets? Heeft u verhalen over de dood van Roncerello gehoord? Heeft u informatie over de daders? Laat het alsjeblieft snel weten. De mensen van de opsporingstiplijn die kunt u bereiken op het gratis nummer 0800 60 70. Dan komt uw telefoontje meteen in de studio terecht.